We hebben gevraagd aan het Hof om één, vast te stellen dat er gronden zijn om de verdere executie van het vonnis op te schorten, daar wel te doen staken. En in het beroepsschrift hebben we gevraagd om de procureur-generaal te gebieden om het vonnis in de staat van opschorting daar wel staking te brengen, dan wel een ander besluit te nemen dan wat de PG genomen heeft. Dus in beide verzoeken zijn we dus niet ontvankelijk verklaard, ondanks wij dus artikel 22 naar de mening van het Hof wel als de juiste grondslag hebben gebruikt. Alleen zegt het Hof, het juist gebruik van die grondslag wil nog niet zeggen dat die grondslag de ruimte biedt aan het Hof om te oordelen over het verzoek. En naar de mening van het Hof bestaat die ruimte niet. Het Hof heeft de woorden gebruikt. De reikwijdte van artikel 22 reikt niet zo ver. Dus op basis daarvan komt het Hof tot het oordeel dat partijen dus niet, of althans verzoekers, niet ontvankelijk moeten worden verklaard in hun verzoek als in hun beroepsschrift. En wat houdt artikel 22 basically in? Artikel 22 van de grondwet houdt in dat iedere burger bevoegd is, of althans gerechtig is om het bevoegd gezag te benaderen, in geval de burger dus daartoe gronden aanwezig heeft. En het Hof is zelf zo ver gegaan om artikel 22 te vergelijken met het artikel van 1975, die oude grondwet. En daarin is dus ook een bepaling gevonden die nagenoeg gelijkluidend is. Maar nogmaals, het Hof zegt artikel 22, ondanks juist gebruik, het niet de reikwijdte heeft om het Hof de ruimte te bieden om te oordelen over het verzoek of het beroep. Dus het vonnis wordt gewoon uitgevoerd? Ja, dus er is nu op dit ogenblik geen beletsel om het vonnis verder uit te voeren. Dus dat is op dit ogenblik. Wij gaan dus nu nog even wachten op het besluit op papier, om onze gedachten daarover te laten gaan, om dan te bepalen wat we verder kunnen doen en zullen doen. Maar jullie laten dat niet hierbij? Nee, het is recht. En we zijn met de beleving van het recht bezig. En het moment dat je zegt dat je hier stopt, dan stopt ook de ontwikkeling van het recht. Dus wij gaan niet voor het stoppen van de ontwikkeling van het recht. Waren er vooroordelen vandaag aanwezig? Ja, degenen die in detentie zijn, die zijn aangevoerd geworden. Dus die hebben dus het besluit in persoon aangehoord. Dat waren dus de heren Dendu, Jeffrey en Brandenstein.